Goedemiddag, dames en heren. Wat een speciale dag vandaag. Is het een heel bijzonder evenement voor jullie en ook voor ons. Ik wil iets vertellen over ons gewoon. We zijn een groep Syrische vluchtelingen die wij elkaar in het AZC Groningen ontmoet. 3 jaar geleden zijn wij naar Nederland gekomen vanwege de oorlog in Syrië. In het AZC moesten wij voor 1 jaar wachten op het procedure. Het was heel zware en moeilijke periode voor ons. Daarom hebben wij besloten om een nieuwe koor te beginnen. Het koor is een nieuw life. Nieuwe leven. Nieuwe leven is begonnen voor iedereen. We geloven dat hier in Nederland iedereen is gelijk. Daarom is acceptatie dat hier iedereen is gelijkbaar. En het doel van ons koor is om mooie en positieve boodschap over vluchtelingen te geven. En omdat wij Nederland dankbaar zijn. We zijn heel dankbaar dat jullie ons geaccepteerd in jullie land. We zingen in het Arabisch, Engels en Nederlands. Via muziek kunnen wij alle harten van mensen bereiken. Dat is heel mooi dat een één liedje Arabisch en Nederlands samen te zingen. Dus we zingen voor vrede en liefde. Dank jullie wel.
maar je bent een deel van mij. Hoe kan ik zonder jou? En ik weet, de toekomst is onzeker en de donker is dichtbij. En ik weet, onze wacht een lange reis, waar door die woestijn. Waar door die woestijn. Mijn land is mijn land, jouw volk.
uw lijf heeft natuurlijk wel een sterke stempel gestuurd, gedrukt van deze vier. Ik wil dat ze toch wel een beetje voor beduiden. Ze hebben zich echt ingezet, ze hebben nieuwe wielen ingestudeerd.